welkom bij Techniek van de Week. Vandaag gaan we kijken naar Wrist Escape in combinatie met een klem. We hebben elke keer een nieuwe klem eigenlijk voor dezelfde Wrist Escape. Tot we op een gegeven moment klaar zijn met de klemmen en dan gaan we door. En ook dit weer geeft je gewoon meer opties en meer mogelijkheden om kids, om kids mee op te leiden. Om ze extra informatie te geven. Het gaat er bij jezelf om dat je gewoon meer kennis hebt. Meer informatie tot je kan nemen. En daar zijn deze voor bedoeld. We hebben Jeffrey er weer bij. En Jeffrey gaat mij opnieuw vastpakken. We gaan weer kijken naar de outside escape. Alleen wat we nu gaan doen is we gaan het wat sneller maken en we gaan hem snaken. Een snake houdt in dat ik hem eerst lostrek, nu doorga en nu een techniek aan ga leggen. Dus nog een keer langzaam. 1, 2, 3. Mijn praktijk ziet het er als volgt uit. 1, 2, 3. Hier ga ik meteen heen. Nogmaals. 1, 2, 3. Hier heb ik mijn klem. Let er bij deze op dat als je hem voordoet met iemand anders, dat je natuurlijk een beetje uitkijkt. Als iemand wat meer kan hebben, kan je hem rustig snel doen. Maar als iemand wat minder kan hebben, dan moet je er een beetje mee opletten, want je zit snel te ver. Je ziet, het gaat best snel en daarna zet ik mijn hele gewicht erop om hem vast te zetten. Dus nog één keer. 1, 2, 3. Als je van de andere kant kijkt, dan ziet het er als volgt uit. Het is 1, hier zo tik ik hem weg. Maar ik zorg wel dat ik erbij blijf. 2, gaat er langs. Ja, hij kan niet echt weg tenzij hij nu echt zijn hand omhoog trekt. Maar dat maakt niet uit. Nog één keertje. 1, 2. En hier zo druk ik hem in mijn nek. En je ziet dat ik hier elleboogklem heb. Dus ik klem zijn elleboog eigenlijk vast. Nog één keer. 1, 2, hier zo, klem vast. En ik kan eventueel door naar een schouderklem nog, maar die komt zakjes. Nog een keertje, 1, 2, 3. Aan de andere kant, 1, 2, 3. Goed, Jeffrey, dankjewel. Dit is een snake. Dit is eigenlijk wrist escape door naar een snake. En vanuit die snake ga je naar je klem. Je klem is eigenlijk, je legt zijn arm op je schouder, je drukt zijn elleboog aan. En daar zit je klem in. Zorg dat je weer een lage combat stance aanhoudt, dat je weer laag uitkomt. En dat is eigenlijk je klem. Goed, bedankt voor je aandacht. Ik hoop dat het zinvol is dat je continu deze technieken krijgt. En dat je er vooral ook veel wijzer van wordt. Denk eraan dat dit je alfabet is. Hè. Denk eraan dat dit de informatie is. Die zorgt ervoor dat je telkens wat verder komt. Ja, bedankt voor de aandacht. Fijne dag nog. Tot ziens.